zit die gast? Jezus. Laatste dag als producer en nou is de stem weg. Oh, wacht even. Hij heeft mijn voicemail ingesproken. Even luisteren. Ah, hi Pietertje. Ja, ik heb even een avondje vrijgenomen. Dat was even nodig. Ik denk, dat vind je niet erg. Aangezien het toch jouw laatste dag is. Je sodemiet er toch op. Ik ben blij dat je weggaat. Pieter, met de stem. Even nog over mijn vorige voicemail. Ik zei dat ik het leuk vind dat je weggaat, maar dat is dus niet zo. Pietertje, ik wil niet dat je weggaat. Is dat een onderlul dat je bent? Maar wel mijn onderlul. Ik hou van je. Van je blonde haren, van je brede schouders, van je enorme... Bericht verwijderd. Ja, sorry, dat is alweer genoeg. Vrijdagavond, na 7 uur. Als je eigenlijk nog maar net bent bekomen van een drukke week. Is het alweer tijd... voor Extra Weekend. Wij zijn schimmelkaars. Wij zijn in het begin is niks, maar je gaat van ons houden. Ja, en het blijft altijd zo'n lekker smerig luchtje aan jou. Iedereen denkt, oh, daar is er zo één. Ja. Dat is er zo één. En als je hier in de studio bent, moet je voor aardigheid even aan de microfoon ruiken. Oh, ja. Dan snap je wat we bedoelen. Als je nou geen onderdeel van de massa wil zijn, moet je gewoon lekker hier zijn. Wij zijn not the most popular station. Ziggo dan? Hama? Ziggo. Ziggo, sorry. Vanavond in D. Ziggo dan? Ja, wat is een Je weet dat het best onbeleefd is, hè, als mensen dan naar je luisteren. Dat je dan, een stukje vrijdagavondbeleving. Ja, dat zit nu op de microfoon, ja. Naast de schimmelkaas. Wil je mijn vrijdagavondbeleving zien? Maar dat vind ik het mooi. 3FM is niet alleen schimmelkaas, maar ook gewoon een zak chips. Ja! Ja! Wat een kutavond, joh. Wat een kutavond. Ik heb vorige week met ze gegeten. Nou, laat maar dan ook. Wat was dat? Oké, ik ga weg. Kom even hier, ik kijk. Oké, jongens, na het fenomeen Nordic Walking is er nu ook Nordic Sitting. Dat vraag ik al. Weet je, dat is mijn standaard tekst in het bos. Ik loop vaak. En dan staan er gewoon een heel clubje van die sokken aan. En dan zeg ik, weet u toevallig waar hier de sleeplift is? Ik zeg het altijd. En die kijken me altijd aan als een... Nou ja. Geert, kun je even een drone instarten? Oh, een drone? Ja, gaan we naar een volgend onderwerp. Ja. Een drone zorgt ervoor dat we naar een volgend onderwerp kunnen... zonder dat iemand het merkt. Precies. Bij deze. Ik dacht, dit is mijn laatste uitzending. En voor iedereen fijn. En jullie hebben ongetwijfeld helemaal niks voor mij geregeld. Dus dan regel ik zelf al wat. Nee, Milkbar staat hier vanavond. Ah nee, flikker toch op. Ja. Jij bent ook echt verschrikkelijk. Hoezo? Er staat hier een band te repeteren. En ik zeg... Hey, maar er komt dus net de man van gebouwbeheer komt binnen. Ja, de man van gebouwbeheer? Er wordt ook meteen getwitterd. Bert in het pand. Wat ga je nou weer uit dat raam gooien? Maar die komt binnen, maar die komt dus binnen met een hele tree vol pils. Zo mooi, hè? Maar we zaten een beetje krap in de biertjes. Ja, ik hoorde dat jullie een beetje een droge keel hadden. Ja, dat is nog van gisteravond, Bert. Sorry daarvoor.